Goedenavond. Welkom. Welkom bij het avondblok tot 10 uur van deze dag. Woensdag, de 5e dag alweer van Cultuur in Actie op deze fantastische plek in Utrecht. Het belang van cultuur, daar gaan we het over hebben. Daar hebben we het al dagen over, daar gaan we het ook nog 2 dagen over hebben. Is dat concreet te maken, het belang van cultuur? Toen ik het met vriendinnen vorige week had over het feit dat ik hier naartoe zou gaan, toen kregen we het over de vraag, ja, wat is dat dan eigenlijk, het belang van cultuur? Kunnen we dat concreet maken? Zijn er momenten die ons zijn bijgebleven, die ons de ogen hebben geopend, die ons inzicht hebben gegeven, die ons een spiegel voor hebben gehouden? De dingen die we vaak horen over het belang van cultuur. En ik dacht, ja, ik heb zo'n moment. Een aantal jaren geleden was ik naar een voorstelling, De Vader, met een glansrol van Hans Croiset, heeft hij ook een prijs voor gewonnen. Een prachtige voorstelling over dementie. Hans Croiset heeft een dochter, gespeeld door Johanna ter Stegen. Ook fantastisch gespeeld, bovendien, en heel toevallig eigenlijk, de initiatiefnemer van deze hele actie. Maar wat mij zo enorm trof in die voorstelling was een volgende scène. Er is een scène. Johanna geeft haar vader een kopje koffie. Vertrekt even naar de keuken of gaat een boodschap doen, staat niet helemaal bij. En ze komt terug. En opeens is daar een andere actrice, Rian Gerritsen. Oh. Ja. En ik was zo geraakt. Ik dacht, zo voelt het om dement te zijn. Zo verward. En ik vond het een vondst. Ik dacht, dit ga ik nooit meer vergeten. Want wat voel ik het opeens hoe het is om Alzheimer te hebben. Nou zit ik hier met 2 acteurs. Mooi, hoor. Malou Gorter. En Reinoud. Ja. Reinoud Bussemaker. Jullie zijn, ja, topacteurs van Nederland. En ik dacht, ja, want dat zijn jullie. Ik bedoel, iedereen heeft genoten natuurlijk van jouw rol. Van Merel in Oogappels. Ja. Ik bedoel, jullie krijgen wellicht een nipkopschijf. Het zou leuk zijn. Jullie leuk, zijn genomineerd. Ja. Ja, dat zou leuk zijn. En jij? Nee, dat is het niet. Ja, genomineerd. Wow. Ja. Ja. En jij hebt fantastische voorstellen. Ik bedoel, jullie cv zitten kijken. Het is echt om, nou, je kan er over naar huis rijden, zullen we maar zeggen. Ik heb ook een fantastische voorstelling gezien van jou, van Pinocchio, niet zo heel lang geleden. Als ik dit voorbeeld geef, hè, van cultuur die indruk maakt, die voor altijd, ja, je eigenlijk een beetje verandert. Hebben jullie dan een voorbeeld? Zeker. Ja, vertel. Nou, ik ben eigenlijk een beetje gevallen voor dat ik dacht, wauw, cultuur, of laten we zeggen toneel, is geweldig. Maar ik werd altijd door mijn oom en tante meegenomen naar Mikkeri. Dat was vroeger in Amsterdam. Ja. En ik was 12, 13, zo'n beetje die leeftijd. En dat was zo fantasierijk. En ik word daar altijd, ik werd daar helemaal gelukkig van. Dat is sindsdien in mijn netvlies, dat waren Engelse voorstellingen, theatervoorstellingen. Edgar Allan Poe, weet ik nog. En wat was er zo fantasierijk? Wat staat erbij? Nou, het ging naar allerlei ruimtes toe. Dus je werd meegenomen als publiek. En het was dus niet een standaard voorstelling met een podium en een verhaal waar je helemaal in ging. Maar je ging naar allerlei ruimtes. En je kwam in vreemde situaties. En ja, moet je voorstellen, 12, 13. Je weet niet wat je ziet. En nou, vooral de fantasie. De werelden die voor je opdoemen, die hebben mij toen, denk ik, gehoekt aan toneel. Ja? Sindsdien. Ja, toen is het zaadje geplant. Toen is het zaadje geplant. Heb jij iets vergelijkbaars, Malou? Ja, heel veel, hè, ook. Ja? Niet maar één. Maar ik kan me wel meteen stralen, weet je dat? Ja. Nou, het eerste wat ik me herinner was een voorstelling van House Rocater. Dat is later uiteengevallen in Orkater en Mexicaanse hond. En dat waren de gebroeders Warmedam. En die maakten voorstellingen. En ik was volgens mij 10. En ik zat in de zaal. En zij speelde een voorstelling die heet Zie de mannen vallen. En dat was een muziektheatervoorstelling. En op een bepaald moment ging Alex van Warmedam op een hele grote barkruk, dus een te grote, van 2 meter hoog, zitten. En Alex van Warmedam was zeker toen echt een jongetje. Ik vind hem nu nog steeds de uitstraling van een jongetje hebben. Terwijl die is ook niet meer 20. Maar toen helemaal. En hij zong, alles smaakt naar azijn. Het leven bezorgt mij pijn. Ik torst de twijfel. Ik wil gelukkig zijn. Er is niemand die mij liefde geeft.
heel erg. Je weet het nog. Ik weet het nog. Ik heb die plaat echt kapot gedraaid. Want het is een plaat ook, hebben ze ervan gemaakt. Wat fantastisch. En op dat moment weet ik nog dat ik dacht, ik ben niet alleen. Er zijn meer mensen die zich af en toe verschrikkelijk kloten voelen. En zich te klein op een te grote barkruk voelen. En dat was zo troostrijk. Ja, wat een mooi beeld ook trouwens. Toen dacht ik, ik moet dit doen. Ik moet dit kunnen maken. Ik moet deze verbeelding, deze fantasie, deze wereld die verder gaat dan onze werkelijke wereld, wil ik gaan laten zien of wil ik maken. Ja. Dat was echt mijn inspiratiebron. Wel heel leuk. Het geschieden ook. Hè? Ik bedoel, jullie zijn allebei het vak ingegaan. Ja. Nou gaat het over cultuur. Want ik bedoel, we leven met z'n allen in een coronacrisis. En daar is al heel veel over gezegd. En dat heeft heel veel gevolgen. En daar heeft ook de cultuur enorme schade van. Ja. Nou las ik een artikel met jou in het Parool waarin je zei, ik maak me ongelooflijke zorgen. Jullie zitten hier, is misschien ook even goed om te zeggen, namens ACT en de Creatieve Coalitie. Ja. Dat zijn meerdere belangenverenigingen. Hè? Nou, ACT is de belangenvereniging, acteurs belangenvereniging. En daar zijn wij allebei bestuurslid van. En de Creatieve Coalitie is eigenlijk een vrij jonge coalitie van belangenverenigingen. Vooral van werknemers. En dat begon aan het begin van de crisis, hadden we 23 leden. En nu zijn het er 43. Dus er zijn heel veel mensen bijgekomen. Cameramensen, geluidsmensen, circusmensen, educatie, gidsen. Musea supposten. Asynchronisatie mensen. Ja, alles. En wij zitten samen, dat is heel bijzonder. Ik denk in het begin wel twee keer per week waren we met z'n allen aan het zoomen. Van wat gaan we doen, wat gaan we doen om ervoor te zorgen dat dat ze bij OCMW gaan begrijpen wat er nodig is. En dat is heel vruchtbaar en ook heel frustrerend. Ja. Je moet er ook bij vertellen, toen we begonnen, toen dacht je, wat is dit voor een club met al die mensen die maar een beetje samen zitten te kletsen over cultuur. Dus, weet je wel, je denkt, je bent met je eigen clubje bezig. Maar toen deze crisis begon, werd het ineens enorm belangrijk. Het was echt van, oh jeetje, ga jij naar de vergadering voor? Weet je wel, zo'n beetje dat. En nu ineens denk je, oh, we moeten erbij, we moeten praten, we moeten doen, we moeten organiseren. En ineens is het een podium. Want is er iets concreets uitgekomen uit al die bijeenkomsten, de Zoom-bijeenkomsten? Er is vooral een hele grote lobby. Dus vanuit de beroepsgroepen is een soort kopgroep, taskforce richting de politiek. En daar zit Kunst 92 zit in die taskforce, maar ook vanuit de Creatieve Coalitie zitten een aantal mensen die richting de politiek de lobby doen voor cultuur. Mm-hmm. Dus dat. Waar de Creatieve Coalitie vooral voor strijdt is voor de ZZP'ers eigenlijk. En die hele grote groep ZZP'ers die de culturele sector heeft. Die gigantische grote groep, 80% hoorde ik gisteren weer iemand zeggen. En ook een deel dat buiten de boot valt. Dus tussen wal en het schip zijn schijn-ZZP'ers. Die zijn ontstaan eigenlijk na de bezuinigingen 10 jaar geleden. En er is echt een groep van, we hebben onderzoek gedaan, 30.000 mensen die tussen wal en het schip vallen. Dus die niets. Maar denken jullie, als ik jullie even mag interrumperen, dat mevrouw van Engelshoven, de minister, dit niet weet? Dit is geen nieuwe informatie. Dus jij zei net ook, het is inspirerend en ook frustrerend. Ja. Zit die frustratie in het contact met die groep? Omdat dat dan soms niet helemaal lekker loopt? Of met dat je denkt, in die contact met de groep. Maar nee, dat je niet kan bereiken wat je wil bereiken. Ja. Want wij hadden al vrij snel in beeld dat de mensen, los van de TOZO-regelingen, waar iedereen dan 1000 of 1500 kan krijgen. Wat natuurlijk ook totaal niet is. Dat zijn die generieke, hè? Dat zijn de generieke maatregelen. Dat is natuurlijk ook niet totaal niet toereikend voor de meesten. Op de lange termijn. Maar er waren gewoon die mensen die tussen wel een schip vielen. Dat zijn allemaal regelingen waar dan weer ergens bij de regering iets is waardoor ze niet in aanmerking komen voor die regeling. Als je je niet hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als ZZP'er, kwam je niet in aanmerking voor die regeling. Als je geen ZZP'er was, maar wel flexwerker en met losse loondienstcontracten en niet aan de 26 weken eis voldeed, kwam je niet in aanmerking. Nee. Terwijl
heel veel acteurs komen niet aan die 26 weken eisen, omdat je soms 4 maanden werkt en dan weer opeens 2 maanden niet. Kortom, zij moet dat weten, daar moet meer, nog meer druk op de ketel. Nou, is het zo dat jij toen je hier ging zitten zei, ik heb naar de toespraak van Merkel gekeken. Ja. En daar wil ik eigenlijk toch nog wel even de ruimte aan geven. Want, ik bedoel, hier is heel veel over te zeggen en natuurlijk de noodzaak dat we hier met z'n allen zitten gaat over dat, hè, dat er wat moet gaan gebeuren. Ja. Maar het mooie is, jij zei, Merkel die heeft natuurlijk een pleidooi gehouden, hè, voor de kunst en de cultuur. En jij zei, ik heb het vanmiddag zitten vertalen. Ja. Kom maar op, Reinoud. Het woord is aan jou. Ik moet er wel bij zeggen, we zaten in de auto en toen hadden we het erover, of althans eigenlijk gisteravond al, van waarom gaan we hier zitten? Het is natuurlijk duidelijk, je gaat zitten omdat je betrokken bent met cultuur. En toen kwamen we op, wat vinden wij nou eigenlijk ontzettend belangrijk? Ja, dat is dat ik vind het allerergste, wat ik meest schrijnende vind, is dat cultuur niet zo slecht op de kaart staat in Nederland. Dat wij als Nederlanders daar zo weinig omarmen en zo weinig belangrijk vinden. Nou ja, daarover denkend dacht ik, die speech, ik vond dat bizar. Ja. Rutte kijkt mee, dus die luistert. Ja. Maar goed, ik zeg er wel bij, ik heb het echt gewoon zo, welke camera, ik heb het zo'n beetje op papier. Wij waarderen het hoe dan ook. Oké, Nederland. Dit is Merkel, hè? Die zegt Duitsland. Nederland is een land van cultuur. Wij zijn trots op ons veelzijdige aanbod in het hele land. Op de musea, de theaters, de operahuizen, de literatuurclubs en nog veel meer. Het culturele aanbod zegt iets over ons, over onze identiteit. Deze pandemie, het coronavirus, snijdt diep in ons gezamenlijke culturele leven. In het bijzonder zijn de vele kunstenaars getroffen en nog pijnlijker de zelfstandige kunstenaars. De huidige tijd geeft veel onzekerheid en daarom is het kabinet in samenwerking met de provincies en gemeentes en in het bijzonder ook onze minister van Cultuur OCMW Ingrid van Engelshoven, is het er nauw aan gelegen dat ons culturele leven ook in de toekomst een kans heeft. En kijk in de camera bij je laatste woorden. En dat er voor kunstenaars en kunstenaressen bruggen gebouwd worden naar de toekomst. En dan is er nog een heel verhaal. En dat ga jij straks gewoon voor de camera en dan komt dat online te staan en dan kunnen ze de hele brief horen. Okay. Vind je dat een goed idee? Ja, tuurlijk. Want er zijn nog een heleboel andere dingen die ik snap het volledig. Ja. Hoeveel mensen gaan we bijschrijven? Want namens hoeveel zitten jullie hier? Ja, ik wou, als het mag, de Creatieve Coalitie bestaat dus uit 43 belangenverenigingen. Kunnen we niet alle leden erbij doen, dat zou niet eerlijk zijn. Maar wel die 43, die zou ik graag doen. En ik was zelf aan het repeteren met de voorstelling Leedvermaak van Judith Hetsberg. Niet meer gespeeld wordt. Misschien wel over 2 jaar, hopen we. Maar nu niet. En daar wil ik ook. En ik denk dat daar ongeveer 45 mensen aan meewerken. Oké, dus in totaal? 88. Goed. Mensen. Ik kan acteren, maar rekenen kan ik. 88, we gaan voor de 88. Ja. En heel graag, jullie handtekening daar. Hè? En ik waardeer dit erg dat jullie er waren. Malou heel Porter, graag gedaan. Yes. Dank jullie wel. Dank jullie wel. En nou, zet hem op. Yes. Jullie bedankt. Ja, op zoek naar een gaatje. Oh, wow. Je kan ook linksboven, Reinoud. Ja, ik zie het. Zoek het avontuur. Ik ga gewoon op de trap staan. Precies. Ik ga even voor je. Yeah.